Welkom bij Waarmakers, de podcast van Achmea over innovatie en duurzaamheid. Hoe wonen, werken en reizen wij morgen? En wat betekenen nieuwe technologieën voor de maatschappij? Ik ben Talita Muse en in deze serie ontmoet ik mensen die hun mouwen opstropen om hun blik op de toekomst realiteit te maken. Waarmaker. Voor deze aflevering van de podcast ben ik in Utrecht bij een man die ooit, net als ik, begon als jongerenactivist, maar vervolgens uitgroeide tot een van de meest eigenzinnige duurzame denkers van Nederland. Hij was zelfs in Utrecht een van de eerste mensen die een negatieve energierekening had, of de eerste bewoner die een negatieve energierekening had. Ik ga in gesprek met Robin Berg. Hallo. Hi Robin. We staan hier, we kwamen hier aanrijden en ik dacht, is dit nou een woonhuis of is het een kantoor? Allebei. Waar we nu zijn is ons bedrijf, maar hier direct naast zit ons woonhuis. Dus we hebben letterlijk kantoor aan huis. Ja. En ondernemen eigenlijk vanuit, vanuit huis. Ja. Hoe lang is dat speciaal hiervoor ook gebouwd? Heb je dit mede ontworpen? Ja, dit is 10 jaar geleden aan ons huis gebouwd. We wonen hier al 20 jaar. Ja. Maar het bedrijf groeide, dus we hadden letterlijk meer ruimte nodig. En deze gelegenheid diende zich aan. Ja, laten we daar gelijk even induiken. Het bedrijf groeide. Heb je het dan over WeDrive Solar? Of je hebt al ook eerdere bedrijven en initiatieven opgericht die te maken hebben met duurzaamheid en energie. Vertel, waar is het begonnen? Ja, de WeDrive Solar bestond 10 jaar geleden nog niet. We hadden toen bedrijf Lomboxnet, wat begonnen was als een internetbedrijf. We hadden een eigen glasvezelnet aangelegd in de wijk Lombok in Utrecht. En vanuit dat bedrijf zijn we met zonnepanelen aan de slag gegaan. Ja. We hebben deze school hierachter. Was de eerste school in de provincie Utrecht met zonnepanelen op het dak. Ja. Zijn er ook je kinderen naar school gegaan? Ja, zeker. Okay. Ja, dus die lijnen waren heel kort. Goed lijntje met het schoolbestuur, ja, dat helpt. Precies. Ja. En na deze school hebben we nog 25 andere schooldaken ook volgelegd. Ja. We hebben inmiddels 10.000 zonnepanelen in beheer op een groot aantal daken in de stad. Maar hoe kom je als internetondernemer? Dus je komt uit het internet, hè? Dat is ook jouw specialisme. IT, daar ben je ook ooit in afgestudeerd? Nee, opgeleid? Dat niet? Wat heb je gestudeerd? Ik heb hier sociale geografie gedaan. Oké, dus je gaat van sociale geografie naar internetondernemer. Ja. En hoe kom je dan toch in de energiewereld terecht? Hoe kwam je op het idee om met die zonnepanelen aan de slag te gaan? Nou, die zonnepanelen, dat was er altijd wel al. Want al voordat we hier woonden, had ik inderdaad mijn huis, mijn vorige huis helemaal volgelegd met 40 zonnepanelen. Dat was ruim 20 jaar geleden. Dus die duurzaamheid, dat zat er altijd wel in. Alleen, er was eigenlijk, toen we met Lomboxnet begonnen, nog geen bedrijf mee op te zetten. Er waren nog geen regels waarmee je slim kon ondernemen met zonnepanelen in Nederland. Precies. Oké, en toen vervolgens zei je net Lomboxnet. Hè? Dat was eigenlijk je eerste onderneming hier in Utrecht ook begonnen. Ja. Wat maakte het toen al wel dat je een businesskans? Dat je dacht van, hey, volgens mij is dat wel de toekomst. Wat zag je gebeuren op dat moment? Waarom stapten andere ondernemers, andere bedrijven daar nog niet in? Nou, zonnepanelen op je eigen dak waren toen al wel rendabel voor particulieren. Maar de wat grotere daken waren nog heel lastig. Je had de eerste subsidieregelingen vanuit de overheid, maar die waren nog heel beperkt. En zonder energie kon er eigenlijk telkens mis, zeg maar. En wat wij hier gedaan hebben, in eerste instantie op die basisscholen, is gewoon de salderingsregeling gebruikt. En een beetje de grenzen daarvan opgezocht, zodat we net wat grotere daken konden volleggen. Ja, en even voor iedereen om uit te leggen, de salderingsregeling, dat gaat over terugverdienen, hè? Dus op het moment dat je zelf, kan je dat even toelichten? Ja, dus dat je salderen betekent dat je evenveel geld krijgt voor de stroom die je teruglevert dan wat je zelf opgewekt uit het net haalt. En daarmee is het voor particulieren was het al heel lang interessant om zonnepanelen neer te zetten. En konden wij het voor basisscholen ook net rendabel maken. Ja. Nou, later is die subsidieregeling beter geworden voor zonne-energie. En toen konden wij ook de daken van middelbare scholen volleggen. Ja. En dat is stap voor stap, zeg maar, de basis geweest waarom er nu heel Nederland vol wordt gelegd met zonne-energie. Ja. Ja. Ja, een van de uitdagingen in de energietransitie is natuurlijk, hoe slaan we de energie op? Ook op het moment dat de zon niet schijnt, de wind niet waait. WeDrive Solar is daar een oplossing voor. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja. Ja, we zijn eigenlijk al een aantal jaar geleden gaan onderzoeken, is die autobatterij geschikt om die opslagfunctie te vervullen in die verduurzaming van de energietransitie? En dat blijkt zo te zijn. Je hebt eigenlijk maar relatief weinig auto's nodig om een hele stad of zelfs een heel land op duurzame energie te laten draaien. 24 uur per dag. Dus overdag zonne-energie opslaan in die auto.
s'nachts windenergie gebruiken. En met maar 10.000 auto's zou je bijvoorbeeld al een hele stad als Utrecht, alle huishoudens, ja, 24 uur per dag van duurzame energie kunnen voorzien vanuit, ja, de autobatterij. Ja. En dan kunnen ze tegelijkertijd die 10.000 auto's rijden. Die kunnen hun ding doen, die wordt tegelijkertijd opgeladen. Ja. En ze kunnen ook nog eens alle huishoudens... als, en, maar dan moeten ze aan een paal worden gekoppeld, omdat... Ja, heb je een slimme laadpaal voor nodig. Ja. Dus die hebben wij ontwikkeld samen met een aantal partijen. Maar die autobatterij wordt zo groot dat je eigenlijk voor je dagelijkse ritje in Nederland maar een kwart van de batterij gebruikt om mee te rijden. Ja. En driekwart van diezelfde autobatterij is voldoende om een compleet blok huizen van energie te voorzien. Ja. Dus een enorme hoeveelheid opslag staat gewoon 9 van de 10 uur niks te doen. Ja. En het enige wat je nodig hebt is een slimme techniek om die batterij niet alleen slim op te laden, maar ook te kunnen ontladen. Ja. En daarvoor hebben we samen met een aantal partijen standaarden ontwikkeld en de juiste techniek nu beschikbaar gemaakt. Ja. Maar als we dan bijvoorbeeld Utrecht nemen, hoe ver zijn we dan nu daarin om tot die 10.000 auto's te komen en de voldoende infrastructuur, dus de laadpalen en het net, om dit te kunnen realiseren? Waar staan we dan nu en hoe komen we daar? Ja, nou, we hebben van de gemeente de opdracht gekregen om die laadpalen nu in de stad uit te rollen. Ja. We werken intensief met de netbeheerder samen om ook die communicatie tussen de netbeheerder en die laadpalen in te regelen. We hebben toevallig deze week onze 250ste laadpaal neergezet. Gefeliciteerd, mooi. Dus dat zijn al 500 laadpunten, dus daarmee kunnen we al echt van start. Eind dit jaar hopen we op bijna 500 laadpalen. Dus bijna 1000 laadpunten te zetten. Ja. Dus we zijn echt flink aan het opschalen. Ja. Wat belemmert het nu nog? Dus wat belemmert de versnelling? Want het klinkt gewoon als een fantastisch idee. Ik denk ook dat hiermee de energierekening wordt zelfs nul of negatief. Klinkt geweldig, maar er zullen vast nog belemmeringen zijn waarom we dit niet groot collectief aanbesteden, bijvoorbeeld als overheden. Ja, klopt. Waar lopen we toch nog tegenaan? Nou, er zitten nog wat dingetjes in de energiewetgeving die anders moeten. Dus als je energie gaat terugleveren, dat je dan ook bijvoorbeeld je energiebelasting terugkrijgt. Ja. Want je hebt de stroom niet gebruikt, je hebt hem alleen tijdelijk opgeslagen. Iets anders wat nog moet gebeuren is, wij werken nu met een zestal oud-fabrikanten samen. Ja. Maar daar hebben we echt nog wel meer nodig. Ja. Dus oud-fabrikanten moeten met auto's gaan komen die diezelfde techniek ook aan boord hebben. Ja. Maar bijvoorbeeld die energiebelasting, hè, daar op dat moment, als je daar natuurlijk aan gaat morren, dan zegt misschien de overheid van, hé, maar dat is een leuke belasting, dat zijn inkomsten voor ons. Ja. Normaal gesproken, hè? Die extra belasting op wat je teruglevert. Jij zit natuurlijk ook in een onwijs krachtenveld. Dus je hebt innovaties, je bent een ondernemer, maar je loopt tegen ook gevestigde belangen aan in een krachtenveld. Ja. Hoe ga je daarmee om? Hoe overtuig je hen van we moeten dit toch gaan doen? Ook al gaat het op korte termijn misschien zelfs jullie wel geld kosten. Nou, ik denk dat de overtuiging zit hem in de kracht van het idee. Ik bedoel, iedereen snapt dat als Nederland straks voor 80% op zon en wind draait, hè, wat gewoon in het regeerakkoord staat, dat gaat gebeuren. Ja. Dat je dan opslagsystemen nodig hebt. Ja. En dat kan met waterstof, dat kan met batterijen. Daar heb je allerlei technieken voor. Maar die autobatterij is daar een hele kansrijke optie in. Ja. En dat betekent dat die dus gefaciliteerd moet worden om die rol ook te kunnen gaan vervullen. Dat iemand die zo'n auto heeft, daar ook voor beloond wordt. Ja. Om die batterij beschikbaar te maken. Nou, dus en dat gaat altijd langzamer dan je wil. Hè? Dus de wetgeving loopt altijd een paar jaar en soms wel meer dan een paar jaar achter. Ja. Maar we vinden wel een luisterend oor in Den Haag en in de politiek om hier gewoon echt te veranderen. Ja, we hebben het ook over waarmakers in deze podcast. Jij bent er echt eentje, lijkt mij. Je zet je al decennia eigenlijk in voor die verduurzaming als ondernemer. En ook opinierend uit je ook. Eigenzinnige denker in dit thema. Wat is volgens jou een echte waarmaker? Ik denk dat er heel veel mensen bezig zijn. Hè? Dus we willen altijd één naam horen. Ja, van die. Of lijstjes. Maar lijstjes, precies. Ja, top 10 of de duurzame top 50. Ja. En weet je, ik haal zelf veel inspiratie ook natuurlijk uit mensen als Elon Musk. Hè, die ook gewoon zeggen van nou, dit gaan we gewoon doen. En de hele wereld werkt hem tegen en dan gaat gewoon toch door. Ja, precies. Met volgens vele onrealistische doelstellingen, maar hij gaat ze gewoon één voor één halen, zeg maar. Moet je ook een soort van die oogkleppen hebben als je ondernemer bent, met gewoon een goed idee en de wereld is er nog niet klaar voor? Het idee moet wel ergens realiteitszin hebben, zeg maar. Maar, al voordat je je eerste raket hebt gelanceerd, zeggen dat je naar Mars gaat, zeg maar. Ja, dat is redelijk absurdistisch. Maar dat soort lange termijn doelen heb je wel nodig. Ja. En inmiddels heeft hij al meer dan 100 raketten gelanceerd en is hij het grootste lanceerbedrijf ter wereld. Ja.
Maar dat kan alleen maar omdat hij al voor dat eerste moment die ambities had. Het ook waar maakt eigenlijk, ja. Hè? Ja. En dus, weet je, dus wij zijn nu nog redelijk, als je het op wereldschaal bekijkt, kleinschalig bezig met deze techniek. Maar onze verwachting is, nu die standaard er is, nu die techniek er is, dat er over een paar jaar een aantal oud-fabrikanten met dit product in hun auto's gaan komen. En dan kan het in één keer heel groot worden. Wat is jouw belangrijkste wapenfeit tot nu toe? Waarmee zeg jij van, dit is het bewijs in wat wij hebben gedaan dat het werkt? Daar ben ik het meeste trots op dat we dat voor elkaar hebben gekregen. Nou, er is inmiddels vrij veel onderzoek die heeft aangetoond dat dit idee heel kansrijk is. Hè? Dat het misschien wel kansrijker is dan heel veel waterstof maken als opslagmethode. Omdat batterijen die in auto's zitten, die zijn er al. En het enige wat je doet is ze ontsluiten. Dus de investering is vrij laag. En de techniek batterij heeft heel weinig verlies. Hè? Dus je... Ja. Die wordt zo zeg je ook, het heeft echt aantoonbaar dus veel meer voordelen dan die waterstoftransitie. Want daar zie je ook nu heel veel lobby op, om het maar zo zeggen. Ja. Veel partijen die daarvan overtuigd zijn. Ook veel van de huidige bijvoorbeeld gaspartijen die vol willen insteken op die waterstofkant. Ja. Dat is ook een van de dingen die ik me afvroeg bij dit concept. Ik snap, huishoudens zou je hier allemaal mee kunnen voorzien van elektriciteit. Maar kan je ook bijvoorbeeld inderdaad hoogovens, een industrie, een havengebied Rotterdam waar ik vandaan kom... Zou dat ook in de toekomst met dit netwerk, met deze manier van energie delen, van energie kunnen worden voorzien? Nee, zeg maar echt voor de zware industrie, hè? Daar heb je gewoon waterstof van. Nee, omdat die energieintensiteit, die haal je niet met stroom. Nee. Dus dat, je moet gewoon letterlijk waterstof verbranden om, in plaats van gas verbranden, zeg maar. Ja. Maar al het andere wat gewoon op elektriciteit werkt, dus transport tot en met vliegtuigen aan toe, die zullen uiteindelijk gewoon gaan elektrificeren. Ja. En daarvoor heb je balancering nodig. Dus op het moment dat mensen het licht aandoen of de computer aanzetten of de televisie of stroom nodig hebben, dan heb je buffers nodig die dat ook op dat moment kunnen leveren als er geen zon en wind is. Ja. Batterijen zijn daarvoor eigenlijk het meest geschikt. Ja. Die kun je gewoon stationair neerzetten. Dat gaat ook op grote schaal gebeuren. We hebben het zelf ook hier gedaan bij de jaarbeurs. Hebben we een grote stationaire batterij neergezet om ook daar ervaring mee op te doen. Ja. Maar de omvang is zo groot dat die autobatterij eigenlijk daar een hele grote kans heeft. Ja, dus het blijft eigenlijk in die combinatie. Dus voor sommige dingen heb je dan misschien waterstof nodig, de rest kan elektrisch. Robin, nog even over jouw missie. Als je dit van Utrecht naar heel Nederland wil doortrekken, dan heb je ongeveer 1,5 miljoen van jouw laadpalen nodig. Ja. Om dat te bereiken, dat kan je niet alleen. Daar heb je onwaarschijnlijk ook partners voor nodig of samenwerkingsverbanden. Wie zijn er in jouw natuurlijke bondgenoten in deze missie? Ja. Nee, zeker. Want er zijn heel veel partijen die hebben natuurlijk eigenlijk een vergelijkbaar belang. En die hebben we al vrij vroeg opgezocht. En dat was uiteraard de gemeente. Want de gemeente heeft allerlei ambities op het gebied van schone lucht, duurzame mobiliteit. Dus de gemeente Utrecht heeft ons enorm geholpen al vanaf het begin. Maar ook partijen als de netbeheerders, steden hier. En de landelijke netbeheerders in Elaat. Die zijn heel erg bezig ook met het elektrisch rijden. Ze zien al die auto's op hun net ingeklikt worden. Ja. We willen dat eigenlijk meteen vanaf het begin zo slim mogelijk inregelen. Dus daar werken we heel veel mee samen. Gaat het dan soepel? Want dat zijn enorme organisaties. Netbeheerders, we staan ook bekend, de publieke organisaties. Een beetje licht ambtelijk verleden natuurlijk. Is dat als snelle ondernemer, hoe werk je daar goed mee samen? Nou, je moet uiteraard de juiste mensen binnen dat soort grote organisaties vinden. En dat lukt niet in één keer. Dus je moet niet na het eerste telefoontje alweer... stoppen. Nee, je moet niet naar het loket gaan. En want dan, je moet wel, uiteindelijk vind je ze wel, want ze hebben echt hetzelfde belang. Want als je elektrische auto's dom gaat aansluiten op het elektriciteitsnet, dan moet die netbeheerder gigantisch gaan investeren. Ja. Terwijl als je dat slim doet, dan ontlast je zij zelfs een stukje van hun investeringen. Ja. Dus, maar die hebben we gevonden. Sterker nog, ze hebben dat zelf ook zijn ze dat gaan organiseren in dat E-laat samenwerking. En zo zijn we eigenlijk stap voor stap ook met autobedrijven gaan praten van hoe kun je die auto die nu onderdeel is van het probleem met de elektrische auto juist onderdeel maken van de oplossing. Ook daar zijn veel gezamenlijke belangen te vinden. Maar ook in de projectontwikkeling. Dus projectontwikkelaars bouwen nieuwe huizen in de stad. Maar willen eigenlijk niet meer zoveel parkeerplaatsen daarbij realiseren omdat die duur zijn. Ja. En ze ook wel zien dat het autobezit in de stad af gaat nemen. Ja, want daar ben ik wel benieuwd naar. Als je kijkt naar stedelijke problematiek inderdaad, naar file, naar steeds meer autoluwe zones. Ja. Je wilt tegelijkertijd wel al die elektrische auto's hebben voor die opslag. Zijn dat dan deelauto's? Is dat dan collectief bezit?
Hebben wij dan zelf geen individuele voertuigen meer, maar schaft inderdaad de gemeente al die auto's aan en kan je er abonnementjes op nemen? Hoe ziet dat er idealiter uit? Nou, ik denk zeg maar dat autobezit in de stad, dat gaat echt fors afnemen. En uiteindelijk zullen denk ik de meeste mensen in de stad wonen geen eigen auto meer hebben. Omdat er goede alternatieven zijn. Omdat we, ik bedoel, je ziet dat nu al. We gaan gigantisch veel meer fietsen. We fietsen al heel veel, maar dat groeit alleen maar. Dat betekent dat je eigenlijk niet meer dagelijks een auto straks nodig hebt. Als je in de stad woont en werkt, zeker niet. En wij denken, en dat zal niet de gemeente zijn die dat aanschaft, maar gewoon bedrijven zoals WeDrive Solar. Dat bedrijven zoals ons bedrijf dit gewoon gaan aanbieden. Ja. Op een dusdanig niveau dat mensen zeggen, van, dit is veel slimmer om het op die manier te doen. Ja, dus zodra er ook auto's komen tegen een beschikbare prijs, hè, dat je auto's kan aanschaffen en dat je dan op die manier die mobiliteit ook faciliteert. Ja, we hebben nu bijna 100 auto's beschikbaar voor onze klanten. En je kan vanaf €89 even reclame maken, zeg maar, instappen op ons verhaal. Ja. En dat is voor veel mensen veel aantrekkelijker dan een eigen auto hebben. Een eigen auto kost al snel €400-500 per maand. Ja. Terwijl bij ons kun je vanaf €90 Tesla rijden. Ja. En nog even ook over jouw ondernemerslessen. En wat je net vertelde over hoe vind je de juiste mensen, hè, binnen grote organisaties om mee samen te werken. Ik denk dat het voor heel veel ondernemers interessant zou kunnen zijn om te horen. Hoe zie je dat? Hoe verbind je met mensen? Heb je daar een neus voor? Kijk je ze in de ogen? Is er iets waar je... Ga je praten over de kinderen? Of wat is zeg maar de manier om te vinden waar zit die gezamenlijke missie met iemand die bij een heel ander soort organisatie werkt? Ja. Hoe doe je dat? Nou, ik denk zeg maar dat wat heel belangrijk is, is dat je idee duidelijk kan uitleggen. Bij ons was dat, we gaan elektrische auto delen. En met die auto's gaan we ook het energiesysteem van de toekomst bouwen. Ja. Door die auto batterij als buffer te gebruiken. En gewoon te zoeken naar mensen die zeggen van, hé, maar dat vind ik een goed idee. Ik wil daar, ik heb daar een belang bij of ik wil daar aan meewerken om dat te gaan realiseren. En daar ook niet van af te wijken. Dus niet te zeggen van als bij de eerste bestie voorbij gaan, ja, maar moeten we dat wel met auto's doen? Kunnen we dat niet beter met fietsen doen? Of wel te luisteren naar argumenten om je eigen idee verder te verbeteren. Ja. Maar wel vast te houden aan je eigen idee en daarmee verder te gaan. Ja. Is dat ook iets wat je zou kunnen beloven? Stel we zouden zeggen, we gaan over een aantal jaar met de Waarmakers podcast komen we terug. Wat zou je dan willen zeggen als challenge voor jezelf? Van nou, dit ga ik binnen nu en 5 of 10 jaar ga ik waarmaken. Ja. Heb je dan zo'n stip aan de horizon? Jazeker. We willen een dekkend netwerk van elektrische deelauto's in Utrecht hebben. Ja. Die tegelijkertijd dus de schone mobiliteit zijn voor de bewoners van de stad. En ook de basis voor het energiesysteem van de stad. Ja. En we zijn actief in bijna alle steden in Nederland met hetzelfde concept. Mooi. We hadden het ook net eventjes voordat we live gingen over jouw kinderen. We horen ook de kinderen op de achtergrond spelen. Zijn dat de waarmakers van de toekomst? Je eigen kinderen vertelde je, die lopen al mee in de klimaatmarsen. Wat verwacht je van hen, van de jonge generatie? Wat moeten zij gaan waarmaken? Wat is hun opgave? Ja, nou, het moet een beetje het komende decennium gaan gebeuren eigenlijk. Hè? Willen we nog kans maken, om hem even zo te benoemen. Is dat bezorgd? Zeg je dat vanuit bezorgdheid? Want het is erop of eronder te komen. We hebben nog maar 10 jaar. Ja, nee, ja. Daar zit zeker bezorgdheid in. Hè? En dat, ja. dus, weet je, dus, en de huidige jonge generatie is daar natuurlijk echt een woordvoerder van. Dus die stem die moet echt vrij hard klinken, zeg maar. Maar we kunnen daar niet neerleggen van jullie zijn de jonge generatie en nu is het jullie probleem. Want omdat het dit decennium gefixt moet zijn, is het aan ons allen om dat samen die solidariteit aan de jonge generatie ook waar te maken. Ja, dus jij blijft doorgaan. Ja, absoluut. Ja. Dankjewel, Robin. Ja, dankjewel. Ben je nou benieuwd wat Achmea en haar merken doen om een toekomst met duurzame mobiliteit waar te maken? De experts vertellen hier meer over op achmea.nl/waarmakers. Namens het innovatieteam en mijzelf heel erg bedankt voor je aandacht en tot de volgende aflevering.